Fontini Kormakers Kapen, die opereren nu van de Oud-Bolzertersgaard hier, die hier vandaag in de sporthal gehouden wordt. Tini, wat is de verwachting van de reunie van jou? De verwachting, nou, om heel veel mensen weer te ontmoeten. Een heleboel ouderen natuurlijk, wat logisch is. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. Prima, bedankt. Het is nu een uur is 9:30. En we hebben krek even voorgeweest en we hebben even zien wat er allemaal daarvoor in die hal gebeurde. En nou wachten we dat de zaal volloopt en die zal ongetwijfeld vollopen. Ze ontmoeten elkaar hier in de sporthal. We zien bekenden en minder bekenden. En nou realiseer ik me eigenlijk dat maar een heel klein gedeelte van onze parkeer. Ik zie al die wezen zien die op een rij nu binnen. En zien nu en dan duikt er, of heel vaak duikt er eigenlijk een bekend hoofd op. En ik denk, hé, die heb ik eigenlijk een jaar niet zien en die zie ik nou weer. Koffie over de kleren. Bolzert er wel die. Ben je lekker goed? Ben je nou tevreden? Je waren wat ongerust, hè? Ik was daar een pina buk van. Ja, nou, maar dat ben je ook niet heel op zijn dag, nou? Nee. Ja, niet. Je wil het zo graag goed doen, ja, nou? Ja. Ja, dat doe je niet. Nee. Ja, hij is meteen de buk vol. Vooruit. Daarom. Maar binnen kringen heet niet. Oeh. Binnen kringen ze heet? Nou. Maar dat heet het niet. We leggen niet van hier slag. Jawel. Jij hebt een paar dat heel dom op. Ik krijg hier kinderen. Nou, ik geloof de hele sportzaal hier. Wat zeg je al? Ik denk de hele sportzaal. De hele sportzaal. Ah, ja, jongen. Ik zie hier een bekend kopje. Hoe heet die jou? Hammie Boelen. Ja. En zie je nou, na hoeveel jaar zie je nou Rens weer terug? Nou ja, dat ik daar in de onderzin. Misschien 10 jaar. 10 jaar? En zit hij hem nou voor me te praten? Wat ben je oud geworden? Nee, zij zijn juist dat denken ze goed. Zij zien er goed uit en we voelen ons jong van hart. Dus ja. We hebben een fijne dag aan. Ja. Ja. Prima, bedankt hè. Ja.
kan niet even stil blijven. Plezier en glit. Ja. We hebben zoveel te praten met elkaar, dat heb ik vanmorgen al gezegd, ik ben dat ook wel bekend. Maar het officiële gedeelte dat niet enigszins gangbaar maakt. Er zijn mensen zitten ook, we laten het doen eigenlijk aan boord, we hebben moeder dat even een beetje voor even goed brengen. Nou, ik start met de zaak. En we zitten er weer, we hebben het probleem in behandeld. Ik heb al een heel verschillende mensen ontdekt. Nou, ik zei, dat vinden wij ook, hè? Dus het is wat dat betreft, dan hebben wij dat met elkaar eens. Wij hebben zo'n 800 oliebollen die wij opeten met elkaar. Hè? Ja, wij zijn echte oliebolleters. En er komen 400 levende oliebollen bij, die zitten hier, dames en heren. Dus we hebben met elkaar weer dat 1200, dat is wel een heel wat. En het is, wij hebben in als comité hebben we het er even over inzetten. Dat is zaak, wil je alsjeblieft even stilleven? Want anders kan ik dat niet zeggen, dan is er niks gedaan. Dan doe maar alsjeblieft wil je even stil. Ja, staan. Het is zo, als we nu zien, hebben we dan al even over inzetten. Dan moet je een half jaar voorbereiden. Het is zo, we zitten hier allemaal als honden en oud-honden. Ja, het is een wonder. De een naar de ander die ontmoet mensen en dan zeg ik, ja, met verschillende achtergronden. De een is op school geweest, de andere die kan van een vereniging of die kan vanuit de buurt. Ik heb al heel veel mensen heb ik ontmoet en die zeggen, ja, dit is iets heel bijzonders. Wij zijn er nog nooit geweest, maar wij vinden dit schitterend. Wij hadden de vorige keer hadden wij in de tent en dat is niet zo succes geweest. Wij kwamen er morgens om 5 uur bij de tent en hadden alle tent plat. Het was noodweer, dat ben je wel vergeten. Maar toen was het waarde een storm. Het is nog niet het mooiste meer, maar in de sporthal hadden we in dat schip niet meer. Dus we zijn naar enige schip en gaan we naar de sporthal. Maar dat is zo. De sporthal is in de hele week, in de hele week is hij dan besteld en is hij verhuurd aan de Scotse ploeg. Volgende week dan is het hele deel, dus dan de hal is niet beschikbaar. Dus wij waren er wel eigenlijk gebonden aan deze dagen. Wij wilden wel zo dicht overbij zitten. Ja, er zijn al die mensen die binnen ook met vakantie, die binnen ook weg, daar kan je ook niks aan doen. Er binnen al wat hier wel, als we dit najaar doen, dan komen we wel. Maar als we dit najaar houden, dan zijn we andere eigenlijk het voorjaar houden, dan komen we ook. Hè? Dus dat is al het liefst altijd goed. Nou, wij zijn er als commissie helemaal mee klaar voor. Je krijgt allemaal je natje, je broodje, die houden die verzorgt dat, dat allemaal goed doorstroken. En wij hebben ook gezegd, we doen het ook wat anders dan een ander jaar. Dan kon je kiezen, wil je eten of wil je niet eten, aardig en grieven. We zeiden, iedereen die is hier de hele dag de gast. En we proberen zo laag mogelijk te houden erbij. En vandaar zijn we allemaal even jong. Dat is zo. Dat moet je mensen van u. En ja, er zijn mensen die bij 50, maar die zijn ook mensen die zijn over de 85. Dus uit een verschillende achtergrond, een verschillende jaartallen, hebben we allemaal het beleven. En dan denk ik, jullie jaren leven. Dan denk ik even,
familiejaargang. Ik heb van 1919. En ik heb al heel wat mensen ook ontmoet van 1919, maar er zijn toch heel wat mensen die dus niet naar komen kennen. Mijn vrouw onder andere nog niet. En zo zijn er heel wat die het allemaal verloren hebben. Maar het is, denk ik, ook nog een zocht. Maar dan denk ik even aan de jaren, het verschil van Pols wat toen en nu. Van de mensen van na de oorlog, die hebben ook een groot verschil. Maar als je van voor de oorlog bent, is dat verschil natuurlijk nog veel groter. Maar de extreme dingen, die vielen mensen bij, ook van voor de oorlog. Dan denk ik even aan vriendelijke Pieter en vuile Pim. En dan zit je nou even te vertellen hoe vriendelijke Pieter, hoe dat ging. Die Pieter die had aan de kinderen waren. Hè? Kinderen waren, zei de Baldenman, in plaats van Grootbalden, dat doen we het zin. Nou, die kinderen waren in die dorp in dat put. En wat zat daarin? Die zei Pieter, poitoitje Pieter, in dat poitoitje. En soms konden die waren van die kind, dan kon ik die binnen hebben. Nou, dat gaat de Noord als in. En dan hangt er dus kelen los. Geen kelen los nog? Ik weet niet of je kelen los kan. Komt uit Australië, uit Canada, Zwitserland, Amerika, België en Luxemburg. Waardoor ben je inderdaad de kennis hebt. Hartelijk welkom. Wij stellen het er zo voor. Wij zijn met elkaar binnen hier en wij hopen dat deze mensen even thuis zijn. Echt even thuis. En dat heeft vaak mensen die in Nederland 30, 50 jaar weg zijn, die zijn ook even thuis. Maar als je in het buurtland wonen, kan ik me voorstellen, en je komt hier weer terug en je maakt ze later. Dan zeg je, nou, wij zijn eventjes, echt even boven en even met elkaar. Nou, dat hopen we dat met elkaar dat ook alleen. Nou, dan hebben we de burgemeester Kuurgaard, die is bereid om ook aan zijn woord te zeggen. Ik ben blij dat burgemeester Kromen, de heer Kromen is, de burgemeester van Holten, die is nog een klein stadje. Hij is al langzaam wel een beetje bekend met Holten. En oude stadgenoten. Voor mij is het een bijzondere en eervol gebeuren. U hier in Bolland zeer van harte welkom te mogen heten in onze sporthal de Mimmelsteen. Natuurlijk bent u als oud-Bolanders zeer geïnteresseerd in onze stad en de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Wellicht niet zozeer omdat u vindt dat hier allerlei zaken zouden moeten veranderen. Dat weet ik in tegendeel. Misschien komt u hier vooral terug om terug te vinden, terug te ontmoeten, diegene en datgene wat u hier ooit hebt achtergelaten. En inderdaad, veel daarvan en ook velen daarvan wilt u vandaag weer ontmoeten. Waarom? In uw tijd, van volgens dat een levende stad. Zodat je ook zult constateren dat er veel veranderd is in Bolvat. Ook veel verbeterd. Ik denk bijvoorbeeld aan de vernieuwde binnenstad. Maar ik denk ook aan de vernieuwde entree. Als u via de Houdingstraat boven binnenkomt. En ik denk zeer nadrukkelijk aan iets redelijk hoeksteen van het vol van de buurman. Ik denk aan de Heerlijn, het oude feest. Zeer de moeite waard om daarvan kennis te nemen. Een hele nieuwe eigentijdse ontwikkeling gestoeld op dat oude feest. Dames en heren, ik ga het over een levende stad. En naast het trots zijn ook te laten zien van allerlei nieuwe ontwikkelingen, mag ik dan ook niet vergeten dat met leven ook een stukje teloorgaan te maken kan hebben. En zo zeg ik vandaag aan een bolpad zonder zuilenschool.
En ik hoef niet te vertellen dat dat het plekje Zuiderschool in Bolzat de laatste jaren het item is geweest. In de afgelopen decennium, eigenlijk is hier lang, breed en diep over gesproken. Op rijks, provinciaal, natuurlijk ook op gemeenteniveau. Maar vooral door de Bolzatter bevolking. Bedrijvigheid en nieuwe woonmogelijkheden te creëren. Koeben de Rijnland heeft daar een rapport voor opgesteld. Wat is Bolzat, wat zijn onze sterke punten en waar zouden we kunnen versterken en verbeteren? Nu, 2 jaar na het opstarten van die actie, kunnen we constateren dat het aantal mensen, het aantal werkgelegenheidsplaatsen, dat die binnen zijn. Dat betekent dat we na 2 jaar daarmee de druk nog door moeten gaan en doorvechten om die werkgelegenheid te versterken. Ook wat betreft het wonen gaat goed. Ik denk aan onze nieuwbouwwijk, de Voerkrieken, waar een 60 woningen het laatste jaar zijn verrezen en ook nadrukkelijk gaat dat in die verdere vervolgfase door. Dames en heren, in het een direct mail campagne dat u ook benadert wat betreft de woonmogelijkheden in Bolzat. Ik denk dat dat u een belangrijke groep zou kunnen zijn die wat mensen zouden kunnen overwegen om op een gegeven moment weer naar Bolzat terugkomen. Die vraag leggen we dus nadrukkelijk bij u neer. Ik zal niet een samenvatting geven van datgene wat er allemaal is, maar ik denk dat het toch goed is dat u ook wijst op de nadrukkelijke ontwikkelingen in onze industrieterrein de mannen. Ik denk dat het goed is om te constateren dat er ook bedrijvigheid uit de Randstad in toenemende mate belangstelling heeft voor het Noorden en zeker ook voor de Bolzat. Mocht u ooit in de gelegenheid zijn om belangstellenden te wijzen op de mogelijkheden in het Noorden, dan horen wij dat graag van u. Dames en heren, het moet heerlijk zijn vandaag weer allerlei bekende en oude situaties te ontmoeten. Ik denk dat ik het goed aan doe afgeronden en u een fantastische dag met elkaar toe te wensen in onze mooie statie Bolzat. Rest mij u nog te wijzen op volgende week. Volgende week, de voorzitter doet het ook al even, is zijn de heer hier daar. Wat dat inhoudt, hoef ik ook al wat niet te vertellen. Mocht u in de gelegenheid zijn, maak u het mee. Ik wens u een fantastische dag. En dan heeft het beter nu. Maar wat die achter u, als er achter u demon is, dan kan je al twee woorden samen. Dan volgen die zware kappen, er zitten er onder de 10 demon. En dat is heel jammer. Maar de pad is. Zo gaat het de hele dag door. We kwebben wat, we lezen, we eten wat, we horen wat, we drinken wat. En al de hoogte is die intentie om het gezellig met elkaar te maken hier in die sport.
opleiding in mijn ziekenhuis gehad. Ja, dat is en die hebben die spinnerij hier over school. En daar was die lange gang, daar gingen we de dampasschool in. Ja, de school was hier ook. En die had hier 2 jaar geweest. Toen was Peleman van de metaalafdeling directeur en Brinksma van de auto. En toen in het laatst van het 2e jaar, toen hebben wij de machine daar met heen gebracht naar de nieuwe school toe. Ja. Nou, en toen wordt het ook inderdaad LTS. Ja. Maar eerst was het altijd allemaal school. Ik heb die 2 jaar hier op zitten. En ja, toen Peleman die woonde, nou ja, dat was de directeur en mijn vader werkte bij Schilte. En toen later al, ja, hij precies is wat slecht. Ja. En toen zei hij, hij kan wel, maar hij doet te weinig huiswerk. Oh, ja. En nou, toen kreeg mijn vader een briefje met. Ja. En dan moest hij het werk maken. Hij zei, ik niks zeggen, maar ik kom er wel. Maar het scheelde me wel een jaar. Nou, Australië, in Canada. Ja. In nou, en hier zat Coradi de schilder. Ja, maar dit. Wij gaan even naar binnen. Al doe dat dan maar. Ja, we zijn even feestjes erin. We gaan Bolzeteen van Utrecht Sporthal. Die zijn even aan het keuren, de Bolzeteen. We zien ze hier allemaal staan en ze zoeken allemaal hun oude plekjes op. En als je dan maar één blik over de straat doet, dan komen ze er allemaal teugen.
is school op het hoogje of op het laagje? Nee, op het hoogje. Ja? Openbare school. Ben je daar je hele leven lang geweest? Ja, heel leven lang. Ja? Ja. Heet het Moedel er aan mee? Ja, meester Adela, meester Waaghofer. En meester Stelvis, ik weet niet hoe je naam is. Maar vraag me, waar kom je vandaan? Ik kom in Stiet. In Stiet? Ben je daar na de school heen dan? Of ben je hier eerst op de Bolkenturf? Nee, eerst in Bolken bij Tollemaar in Steen. Bij Tollemaar? Ja, ik heb 8 jaar op de Tros. Ja? En toen heb ik mijn man getrouwd. We hebben naar Lemmer gehad. We hebben getrouwd naar Lemmer. 2 jaar in Lemmer. Ja? Nee, in Bolken getrouwd. Nee, want ik woon al 30 jaar in Stiet. En dat vind ik er hartstikke fijn. Bedankt, hè? Ja. Over mij? Nee, waar heb je het nou de hele dag over gehad? Over alle oud-Baldwaarders. Over alle oud-Baldwaarders. En alle klasgenoten. En studeer ook wezen, En studeer ook wezen. En ben je er allemaal? Een heleboel. Ja. Heb je nog oude verbinding van vroeger? Jazeker, ik sta met mij, die had foto's bij hun. Toen deden we een gymnastiekwedstrijd. Ja. En dan staan we met z'n vier nog een foto in gympak. Dat toen waren we jaren 15. Waren jullie jaren 15? Leuk toch? Ben je wel ontroerend, hè? Ja, leuk. Het is zo gezellig. Ja, het is wel heel leuk. Ja. Jij de hele dag met volgen? Ja, ja, absoluut. Gaan we hier ook nog? Dat het laatst. Kan je voorstellen dat ik het voetballen wil? Oh, er is voetballen. Ja. Ja, hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Nee, nou ja, ze verliezen toch. Oh, verliezen toch? Nou, ik hoop dat je nou een hele goede dag hebt. Ja, ik hoop het ook. HBO-werkstuk. Ze begint pas zoals je maar. Ken je wat teunen van vooruit, teunen dat geroezemoes, hè? Ja, zeker. Ja. Dat zou nu best weten. Wat doe je nou straks als iemand de kaken kapot praat met? Nou, dat zou me wat metvallen. Ja? Ja, nou, denk ik wel. Lawaai hoor. Ja, maar dat heeft altijd op zulke dagen. Ja? Dat maakt niks uit. Nee. Nee. Heet datzelfde ook met Elfveen, toch? Ja. Bepaald berengezellig. Hier ook gezellig? Ja, dit is voor mij ook het eerst dat ik dit doe, dus ik moet even aanwachten. Ik ben net begonnen. Wat nog tot 10 uur. Dat nou, zie je wel. Ja. 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 Bedankt hè. Oké, okay, hoi. Ik heb mijn pak staan en ze blazen op de kaart.
is in het ogenblik de kraan. En... in de sporthal. En nou, ja, ze op zijn bol bestaan voor de Orum en hoe dat specifiek op zijn bol is, weet ik ook eigenlijk niet. Maar er gebeurt in ieder geval wel iets. Dus dan voor het ministerschil. Het ministerschil wat je een Engelse draai. Viert. Een Engelse dag die in tekensting van de thee. De thee die we iedere dag krijgen en de koffie die we iedere dag krijgen. Maar je moet hebben eens een keer dat we moeten zijn. Engelse Tea Day movie organiseren. Maar ik wil zo graag eens weten hoe denkt de Bolzer bevolking de hoe dat thee drinkt en hoe dat koffie drinkt. Dan heb je eigenlijk de check op. Straks komen we dus, geven we dus naar de traaie molen. Maar ik wil eerst eens even weten hoe Bolzer erop reageert op zijn Tea Day of terwijl thee drinken. Zullen ze een soort thee drinken, zullen ze een soort van Engeland al weten. Want het is tevens een kennismaat zien bij Engeland op een ministerskill manier. En een ministerskill die doet het altijd op een hele specifieke manier. Want wij beginnen dus met thee drinken af. We hebben nu het ochtendontbijt op. En we gaan verder met vermissie met een Engelse maaltijd. Maar boven dat wil ik allereerst hier dit oer wat thee en oer wat Engeland zien. Engeland zat dat het zoend wordt. Trotte bewenners van het ministerschil. Engeland, hoe krijg je Engeland hier te zien? Nou, ik kan je beloven dat we net naar Engeland gaan gaan. Maar we kunnen wel eens even weten wat weet men ongeveer van Engeland. Wat weet men van thee drinken? En protesteert hier naar Rieden. Terin, net Rieden, terin. Het is een mooie dag in september. En let ons nou eens een mooi filmpje proberen te maken. En daar wat informatie in te steken. De stadswachten erin. De stadswachten die alles in de gaten houden in Bolzer. Dat er niks verkeerd gebeurt in Bolzer. En ik absoluut niks verkeerd, want hier is die bijvoorbeeld een auto verkeerd parkeerd. En hij moet in een steen. En ze werden ons prutsen door die man.
prijs. En we kunnen eens even naar het assortiment langs wat er is. Maar er is heel wat. Als je zou voor u zeggen, hele schap met verschillende soorten thee. Maar wij drinken altijd een prinses thee. Dat bestelt zie je altijd bij de Trijemol. Maar hier heb je ook een paar soorten van de Trijemol. Wat ze ik doe. Ja, je hebt niks jongen witte maar. Maar. Ja, geloof ik met stond. En de Trijemol, de vier weken producten. We hebben om hier de koffie. De koffie zullen we hier. Caffeinevrije koffie is tegenwoordig ik heel lekker. Maar zullen ze hier nog meer Engelse producten in de winkel hebben? Nou, we zullen ze even in die winkel rondzien. Maar we zullen nou hebben we ze even bij de thee. Ik ga even langs de loop. En hier staat tussen die lekkere koekjes die thee is opgestald. Eten dat met sjempjes, lekkere sjempjes zijn die meisjes. En dan kun je ik in zo'n supermarkt kust en de keuken in die lekkere sjempjes. Maar ja, wat eten ze al je net, dat weet ik eigenlijk zo precies net. Dat zien we in de loop van de dag, zien we dat ontdekken. Maar dit hier, gewoon eens even een sjempelitten. Zo'n heel iets beeld, sjempelitten. Wat is het, wat is een libietje op het gebied chips, mis ik wild op. Bacon. Is door de Engelsen ontwikkeld in verband met ja, iets met alcoholproblemen vroeger in Engeland. En zo langzamerhand beginnen Nederlanders dat ik te drinken. Maar boven dat je hebt niks boven een lekker bakje thee bij die Engelsen. Dit is een stapelgek op bacon. Oh, nou ik zit bij kippen gehakt. Maar dit. En degene die het hebben vermoord, die hebben krijgen bij het ontbijt. Die shirt is verlegen, die kant op. En zag je verplaatsen dus weer naar Boetenta. Die theesoorten die we in beeld hond hebben, dat we een theesoorten die bij Gala maken worden. Bankje zit er eens even wat vregen, want hier zit gewoon. Vroeger mijn werkpad. Eddie, drink jij veel thee? Heel veel. Ja? Hoeveel koppen thee drink jij per dag? Ook 4-5 wel. Nee. Ja? Heb jij liever thee dan koffie? Ja, ja, ja. En wat voor soort thee drink je het liefst? Nou, dat is de Pickwick, no? Pickwick, ja. Dat is het beste hier. Ja, maar ook, nee, ik bedoel, zware thee, lichte thee. Nou. Hoe heb jij de thee het liefst? Ja, liefst een beetje donker. Liefst een beetje ja, donker. Beetje, jij komt uit Indonesië vandaan, daar werd vroeger ook thee verbouwd. Hm? Ja, ja. Ja? En weet jij nog wat voor soort thee dat daar verbouwd werd? Of weet je dat niet meer precies? Nou, de theeblaadjes zijn de bovenste, de zijn de duurste thee. Is het bovenste van de plant de duurste thee? De puntjes van de plant is dure thee, ja. Ja? Ja. En naarmate dat de thee... Hoe lager je komt, hoe koper het is, dan zijn die bladen groter. Ja. Heb jij zelf al thee geplukt? Nee, ik heb ze wel gezien, maar ze beginnen heel vroeg in de ochtend al. Ja, heel vroeg. Heel vroeg. Waarom eigenlijk? Er zitten eigenlijk nog dooddruppels aan de planten en zo. Dan beginnen de vrouwen al meteen met de thee plukken. En beginnen de vrouwen... Ze doen dat in van die manden en zo. Ja. En dan worden ze naar een bepaalde plek gebracht. En daar heb je zo'n weegschaal. Worden thee gewogen. En naar dat gewicht worden die plukken betaald. Betaald. Ja. En wanneer is een theeplant klaar? Ik bedoel, pluk je dat in het najaar, in het voorjaar, of in de natte moesson? In de natte moesson dan groeit de thee veel vlugger. En dan worden ze dan naar de fabriek gebracht. Ja. En dan worden ze dan in droogrekken gedaan. Ja. En dan als ze in de loten. Ja. En als het een beetje droog is, dan komen ze naar de fabriek en dan worden ze geflensd. Ja. En dan... Waar smaakte de thee vroeger lekker? In India of in hier in Nederland? Nou, in India. Want als je 200 meter van de theefabriek komt, dan ruik je die aromageur van de thee al. Ja? Was dat hier precies zo dat het hier vroeger, nu op deze plaats waar vroeger dus de drie molen stonden,
Had het diezelfde reuk? Nee, helemaal niet. Nee? De reuk is er al uit. Ja. Een heerlijke reuk was het? Ja, heerlijk. Ja. Verlang je nog wel eens terug naar die tijd, Eddie? Jawel. Ja? Ik ben een paar keer terug geweest. Ben je een paar keer terug geweest? Ja. En nam je dan ook thee mee? Jawel. Ja? Maar dan heb je ook veel Chinese thee. Deze hebben ze geur. Is dat lekkerder? Heeft een aparte smaak. Heeft dat een aparte smaak? Bedankt, hè? De kar het leeg maken en dan heb je hier van de pas inkoop niet. Hoeveel thee drinkst al? Al bist helemaal net wild op thee? Nou, niet echt, nee. Nee? En vooral niet met een smaakje. Niet met de smaak, maar er een andere smaak kan komen. Nee, niet met de smaakje. Nee? Ik drink het eigenlijk alleen nog voor de gezelligheid gewoon niet ben. Ja, en wat moet het dan wezen? Een lichte thee of een zwiere thee? Lichte. Een lichte thee? Ja. Ja, je moet het zijn. Ja. Hoeveel pakjes thee verbroekst dan ongeveer? Of hoe een hele hier? Oer een hele hier? Ja, al op de wieken? Zijn maar in je pakje in de 14 dagen. In je pakje in de 14 dagen? Ja. Als thee oud is, vind je dat dan nog lekker? Oude thee? Donkere thee? Nee, absoluut niet. Nee. Wordt wat bitter, of niet? Ja, dat weet ik net, joh. Dat vreeg ik thee. Dat is kinder. Ik vind het bitter. Ja. Vind je het bitter? Ja, dat vind ik. Wat wist je ook bijvoorbeeld van Engeland? Van Engeland? Ja. Nou. Dat laat je goed weten. Niet mooi waar. Wat was dat? Voor de rest, weinig van Engeland, maar net zo mooi waar, dat weet ik ook. Net zo mooi waar. Zoest er wel eens in, hoor. Oh ja, absoluut. Ja? Toeren willen ze willen. Ja? Ja. Moest het maar de boot door, hè? Sinds kwam maar de tunnel. Kist je wat rijden, wat eens? Ja, ik heb leer, dus... Dus dat moest het wel kennen? Ja, dat moet kennen. Ja. Moet lukken. Ja, bedankt, hè? Ja, oké. Graag weer. En vroeger roepen we die hele lekkere stank. Hier roepen we op boltje tinnen. En ik wil eens even in de bibliotheek zien dat er ik nog een paar sporen weer rond binnen van de grote baas. Van, ja, hoe noemen ze? De koopman noemen ze vroeger, hè? Dat hier de voorganger van de plaats, die hier van de plaats oprichtte. En letter is dat de vrije molen, toen ze boekenbolten kwam. Maar hier zien we dan, hier zien we die oude hijspaal, waar vroeger de koffie bij omheen takelde worden. Dan kwam Gostinga met de karren en dan riep ze daaronder. Maar ik zal er even dichterbij herinneren. Koffie en thee werden omhegeld. En dan hongt je hier over de buis heen en naar boeten dat te zien. Als Gostinga maar zijn hinderenwijn er kwam. En kocht die hier dan op het kruis werd er ongevoerd door koffie en thee. En dan werden hier de bal uitladen. En ik weet dat hier achter dit raam de branderij stond. En dan werden dat hier. En letter werden dat al je verloren. En nog een stien herhindert zich erom. Hier. Mijn naam erop. En toen in mijn tijd, toen werd er dit erbij gebracht. Ze brutsen wat oude huizen ervoor. Oh, en shit, hier heb ik was die huis. Hier trouwde bij hem binnen. En toen zijn ze van de plaats, het wordt grootje. Het gaat goed met hun. Zo werd dat naar voren gebracht door de stad. En de verrukkelijke geur die daar steeds over de stad hong van fris gebrande koffie. Maar letter kwam er wat orenmeesten in Balte te wennen en die de oor begon te klagen. Dat vind ik eigenlijk heel dom. Vandaar dat ze ik boeten Balte te gongen binnen. Maar we zullen eerst nog eens even zien, want ik loop dat er nog wat van een koopman in metselt is binnenin. Maar dus zullen we eens even zien, nou zit de leeshal erin. En VVV en een schoolbegeleiding ziet. Maar we zullen zeggen, stiet dit nog in de wand metseld? Of nee, het is een schilderijtje. Er moet nog verder wat wezen. Tje, hier, inkoper uit Sluint. En letter dit gedeelte erbij. Woorden steen. En dat is in juni 28 is dit inkoper door uit Sluint. Koffie en thee. En zij is dat productje altijd bleunt in Bolzit. Mark, dan herinner ik samen zien iemand al. En die wil ik eens weer vragen stellen. Wat wist u van Engeland al? Nou, net zo vol. En we, nee, hoe kind dat zei je? Ja, ik heb dus net mijn interesse, denk nee. Ik. Nee, laat het voor jou te afgelegen? Nou, dat net. Ja? Dat is voor de een keer zien wel eens. Dat is best een soort die er altijd in ja. En wat is de nationale drank van Engeland? Nationaal drank? Ja.
Zo is dat witte. Zo is dat witte. Thee, ze beginnen soms altijd met thee. Kun je dat snappen? Nou ja, dat door de meesten hier in Nederland, denk ik. Ja? Thee, ja. Maar ik neem maar koffie. Maar... Ja. We hebben zelf liefhebber van. Nou, koffie dus. Ja, waarom je? Ja, is thee te wettig? Nee, dat weet ik niet. Het wordt mooi. Ja. Of komt het zo uit? Ja. Drink je een soort koffie te automaten uit squallen? Ja. Ja? Best wel. Wat? Kun je je voorstellen dat die Engelsen zo'n soort van dat spul drinken hier? Thee? Ja. Uit. Ja. Laat dat in hun cultuur? Van mij net. Nee? Volgens mij net? Nee. Als dan nog naar Engeland toch is, bij zo'n stand het eerst in de wollen? Nou, eerst naar Londen natuurlijk, Londen. Ja, eerst Londen misschien? Ja. Waarom je? Ja, waarom? Omdat dat een grote stad is? Ja. Ja? Best wel zo bekend worden, zouden. Hoorst van grote steden? Ja, wat? Ja? Dus Balzen is eigenlijk wel iets voor jou? Ja, het is wel iets, ja. Net zo'n probleem hier in Balzen. Nee. En letter, als letter bijvoorbeeld een baan in Engeland krijgt, hoe zoekt ze dan heen gaan? Nou, vind ik het net. Vind ik het net? Nee. Kijk naar Boeten Friesland? Nou, Boeten Friesland, een muks op zo wel. Dus, ja, wat studeer je dan al? Ik ga nu krijgen Hegel Laboratorium hier. Hegel Laboratorium, ja, dan moet een baan Boeten Friesland natuurlijk. Ik denk het wel, ja. Maar dan ben je knap Engelstalig. Ja. We hebben bijna net volle taal nodig. Ja, ik krijg wel een Engels boek met moeten leren. Ja, ja. Maar als je nou een baan vindt, kist in de Engelstalige Londen, zoekt dat dan? Nee, ik denk het net. Nee? Nee. Was dat in Nederland wel? Ja, ik wil in Nederland wel, ja. Is het echt een Nederlandse of een echte Friesin? Een echte Friesin. Ja? Ja? Bedankt, hè? Ja. En die wil toch wel eens even weten hoe ze thee zet. Hoe zet jij thee? Ik zet soms in een zakje. Dat is voor mijn man. En voor mijzelf, als ik wel sommige los thee in een wereldwinkel kan kopen. Een wereldwinkel? Ja. En wat voor soort thee moet het dan wezen? Soms is het, heb je wel een Chinese thee, no? Ja. Vind je die lekkerder, Chinese thee? Nou, de lekkerste vind ik de groene thee. Dat groene is thee? Ja, dat is wel een soort van gezonde thee dat ik dat weet. Ja? Ja. Maar jij koopt niet zomaar thee, dus? Nou. Ik koop niet zomaar thee in een zakje, nee. Nee. Jij kijkt wel wat voor soort Engelse thee, ontbijt thee, nou, bosbessen thee. Nou, dat was vroeger wel, want ik ben ook nieuwsgierig hoe het allemaal smaak zijn. Ja. Dus dat heb ik ook geprobeerd en daarna ik vind ik het niet lekker meer. Nee. Nee. Jij houdt het van, vind jij thee van losse thee, vind jij dat lekkerder dan thee uit een zakje? Dat vind ik wel lekkerder. Ja? Ja. En hoe lang moet het dan trekken? Nou, meestal is 5 minuten, dat hangt vanaf hoe sterk je dat je wil. Ja. Hoe langer, hoe sterker, hè? Ja, hoe langer, hoe sterker, ja. Ja? En meestal doe ik 3 tot 5 minuten. 3 tot 5 minuten? En dan heb je lekkere thee? Ja, heerlijk. Ja? Ja. En vind jij het ook goed tegen dorst? Tegen... Dorst? Ja, dat is ook lekker, ja. Als jij keuze moet maken tussen cola en thee, wat kies je dan? Thee. Thee? Ja. Waarom? Nou, kijk, als je denkt over suiker, no? En dat is wel niet gezond voor mensen die nog met mijn leeftijd, no? Nee. Dat hoor ik wel. Ja. Dus ja, het liever weer met thee zonder suiker. Thee zonder suiker. Ja. Dat is goed tegen de dorst, hè? Ja, vind ik ook. Dat kun je ook een koud thee drinken, hoor. Ja. Ja. Nana, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Oh, je meisje in beeld. En hier voor me, daar zit een famke. En wat is die naam, je? Petra. Petra, en hoe noem je? Petra Bekema. Bekema. En Petra, als dan nou jongens televisiesisters zien, drinkt dan thee of cola? Nou, meestal thee. Ja? Ja. En zes zelf wel eens thee? Ja. Jawel. En wat voor soort thee, nou, ik heb je net ontmerkt, maar wat voor soort thee leest het beste? Citroenthee of zo. Citroenthee? Hij is wel eens aardbeien thee en zo proberen. Ja, vies dat net lekker? Jawel, maar minder. Ja? Ja. Als dan nou bij die op squallen, daar heb je maar een koffieautomaat, halen ze dan weer wel eens thee uit? Ja. Soms, s'morgens wel eens. Ja, s'morgens wel. Waarom s'morgens? Nou, dan hoef ik nog geen fris of cola of zo. Nee, maar geen koffie? Nou, ik wel. Ja? Meer thee. Ja? En moest je serieus, ben je wel eens in Engeland op vakantie geweest? Nee. Nee? Zou je wel eens op vakantie heen geweest? Ja, op Wolle, Sanjo. Dan is er heen geweest op vakantie? Ja, daar kom ik heen. Wist je iets van het klimaat van Engeland? Nou, iets kouder is hier meestal, meer rein nog. Ja, meer rein? Ja. Wat spreekt hij het meest dan in Engeland? Ah, Londen. Londen? Ja, waarom je?
Dat lijkt me wel een leuke stijl, jij is het meestal. Hoor. Ja? Vind je het nou ook makkelijker dat je een soort Engelshond hebt, squallen, dat je er makkelijker in verplaatsen kist? Of in, of bijvoorbeeld in Frankrijk of Duitsland? Ja, het is, Engels is wel het makkelijkst. Ja, vind je het wel het makkelijkst hier? Ja. Ja? Denk je wel eens van de Beatles? Of kies die groep net? Ja, ik ken ze wel, maar ik denk... Spreekt die muziek daar je om? Nou, net echt. Sommige nummers zien ik wel leuk. Ja? Een Engelse muziekgroep, kies erin? Die op het ogenblik erg in trek is? Die nou in trek is? Ja? Nou, dat moet ik even nadenken. Er binnen een heel soort, maar... Oh, binnen een heel soort, van die, ja? Van die jongensgroepen maar zo. Ja? Als nou een vakantie om bij een Christine Scotland. Ja? Zo is er dan in? Ja. Ja? Dat is ook heel mooi. Ja? Heeft er een soort te lezen? Net zo te lezen, wel wat televisie wat zien. Ja, en lezen wel eens een Engels boek? Net meer, heb ik op squallen wel die. Ja, hoeveel, noem eens een paar titeltje. Noem ik even nooit een keer. Sam and Garden. Ja. En Shen, hoe die vogels, hoe heet het ik alweer? Heb je wel eens een verhaal van Dickens gelezen? Nee, heb ik net lezen, maar ik heb er wel eens van je. Ja? Shakespeare, wat zou je dan? Ja, daar heb ik wel eens een programma voor zoomen. Ja? Heeft voor televisie, wel... mijn Engelse les. Mijn Engelse les, wie ja. Verplicht nummer? Ja. En voest mooi? Ja, nou net echt. Nee, net echt, hier. Nee, omdat het is een toneelstuk, vind ik nooit verloren. Nee. Als nou zelf nou eens een Engels toneelstuk spelen mocht, zoek dan niet veel komt bij u eten. En dit is haar zoon. Hij zou niet zeker ophalen dat ze daarom... Productie. Heb ik terug die bouw koffietje hier binnenkomen? Wat vroeger kost die daar nog? Naar de branderij in de binnensteer. Gebeurt nou proviers, maar die brengt je de koffie in Amsterdam bij. En hier komt het in die duur te zetten. Komt het hier, zit het aan de lopende band. En we wisten net onder een heilige lawaai rond van silo's weer het niet komt. Maar kan je hem dat nog voorstellen dat je hem dat vroeger ik al maaidiend hebt? En dat hij dat een eigen tuur weer in boven. Hoe die koffie op kruiswetter kwam. Mijn vervanger wil eens eerst in minister stil. Zit de statie op Gilbert? Nee. Zit de statie op die second? Nee, de second werd weer verkocht. Waar is die weer verkocht? Ja. Wist je ook al bij me dan? Ja. En dan die zeker leeg en dat zit dan al die silo staan. Oké, okay, ik kom koffie nog binnen. En dan wordt het laatste met eruit halen. Maar ook het station is het prijs voor de koffie. Want dat komt net van de tube. In het heilige der heiligen steven we hier dan. En dan zien we hier voor u zo'n koffiebrommachine. En in die koffiebrommachine, nou ja, daar wordt de koffie natuurlijk in brand. Maar het moet ik ook koeld worden. En bij 1200 graden, zet ik die op naar de 1200 graden, dan is het optimaal. En dat wordt, vroeger moest je dat met de hand zien, in de machine dan. Maar tegenwoordig gaat het via de computer. En hier wordt dus koffie branden. En hier wordt het aankoeld. Nou, ik maak er net in, Sjen. Lekkere koffie zit hierin. En dat gaat vol automatisch. En dan loopt er hem even om. En dan gaat al je vol automatisch hier.
bedrijf bestuurd, wat noem je computer bestuurd. En sinds de laatste 24 jaar is er een nieuwe benaming gekomen. En dan ben je operator. Operator, dat is een machinebewaker. Of slijt de plank er mis mee? Nee, hè. Operator. Is dat nog drie werk, operator te wezen? In het begin wel, nog net meer. Nog net meer? Nog net meer. Hoe lang moet je er ongeveer om een goede operator te worden? Een jaar. Een jaar. Werk je hem in vol continu? Nee. Nee? Nee. Maar wist nooit van de wie zo met al die klokjes? Nee, ik weet het nog alweer. Wist het nog alweer? Ja, ik weet het nog alweer, ja. Ik zit er net hier mee. Zit er net hier mee? Nee, als we toren krijgen, jij ik er wel. Dan geeft er wel een klaksel. Dan er wel een klaksel. En wist dan nooit geneigd om heel veel de fabriek in te draven om het te verhelpen? Nou, nee, ik ken het meestal geen keer, man. Nee, al ooit, man. Wat is ik denk ik al je verhelpen. Wat is dat ingewikkeld? Ja. En dan moet je misschien, als je het voor u, het beweegt nog wat in het beeld. Maar dan zie je het hele proces hier. Maar die silo's en mij, de branders die in beweging binnen. En dat ben dan van die kantoortjes die midden in de fabriek staan. En dan zie je daar nog een ouderwetse foto. Zie je, daar heb ik nog. En al je knopjes en toetjes. En daar zie je dan. Voor een machine. En in die machine wordt die koffie verpakt. Dus koffie, wat we dus dagelijks drinken. En dan geef je voor zo'n grote inpakmachine. Dan is hier al die bewegende dingetjes voor u. Al die bewegende dingetjes. En hoe snel die zit dan. Dat wij het drinken hier, dan wordt het hier op een pellet stapel. En dan is het klaar voor de meesten, voor de supermarkt en in dit geval is de expert koffie. Die chauffeur daar bovenop een heftruck zitten, dat is hetzelfde. Die zit daar de koffie op te nemen, maar mooi een beetje imposante stellingen voor mooi koffie en alles koffie. En ik er worden me correct verteld, zullen ze nou ophouden van produceren, dan zou het binnen 4 weken zo dit hele magazijn leeg wezen. En dat ging ik eigenlijk net voorstellen, maar het is hier, dat wordt me verteld. En dan komt de heftruck en de gier hier om de klokken heen. Die koffie te was.
afzien op de consument. En dat moet dan, ik ben zelf van de week, moet dat bij de consument wezen. Want er zit ook een houdbaarheidsdatum op. En het is al je koffie. En ik moet je hem wel graag meenemen, want het roept je zo verschrikkelijk lekker. Het roept je heel lekker. Tje. Daar heb je destitus koffie, hè? Wat zie je het ze broekt? Blikken, grote pakken, lietse pakken, overal stiet er hier de koffie, makkelijke koffie. En kun je me dat voorstellen dat dit binnen 4 weken verwisseld wordt, werd tot een nieuwe soort koffie? Nou, ik kan me haast net voorstellen, maar ze hebben me verteld dat het weer. Dat is dit oploskoffie. Rieden of rennen of fietsen, dan zie je al je deze koelen staan. En in die koelen staat vaak, in die koelen, daar staat vaak een trailer. Nou, hier zie je dan ook een trailer, zie je hier. En we zitten nu van de andere kant, zie je die god naar. Maar ik sta nu voor zijn god en dan zie je hier, hier worden de auto's naar. En hier gaat de koffie, het hele loon, de koffie en thee, gaat hier het hele loon in. En dan zondig ik even, want je moet nu ook met de camera rennen. Tje, hier worden de vrachtauto's laden. En die worden laden en dan kies je de oren smoor voor die. En je zet er een trailer del of een container. Dat kies die Oudai vol van. En mooi alle gemak en geen jachtrij meer voor de chauffeurs. Maar hier in die expeditie, nou het werd er eentje om het tosken heen. Maar al die koffie en thee. Het rint je echt om het tosken heen. Maar wij zullen je in de loop van de dag zullen je het steeds meer kennis maken met de producten van de Trijenmolen. Trijenmolen, dat is op 10 maal juntje en 96 in het eten. Maar dat is 6000 vierkante meter, 10 meter heen. Juggen 5500 palets. En 100.000 paletbewegingen. En mijn paletbewegingen bedoelen ze mij dat er 100.000 palets worden laten. Er gaan dus per jaar plus en minus 100.000 palets hier in dit magazijn rond. Nou, dat is voor Bolzit is dat uniek. En boeten dat, de Trijenmolen is ik een van de grootste werkgevers van Bolzit. Dus we moeten er wel eens even op denken. En dan rieden we naar, dan rennen we, ik zeg wel rieden, maar dan rennen we dus nou naar de theta. De thee die toch even een heel groot deel van het productje in slag neemt. Een thee wat we eigenlijk ouderwets eier noemen, want koffie dat is. Maar thee komt weer. Nou, die moet ook ergens op slaan natuurlijk. En meestal worden die in een licht hoekje vol druk. Maar hier is een heel magazijn voor. Maar dat moet eigenlijk ook maar saffelen, soorten koffie en thee. Dat heb je eigenlijk nooit weten. We hebben altijd maar toch, we hebben een bakje thee, dat is van Galen, of van de Klaas, dat je hem dat wil noemen. En dan is het voor je bekeken. En ik voor mijzelf trouwens. Maar als je er rond is, dan is het juist al je verschillende etiketten, al je verschillende soorten. En wat ik ze net jet, hè, in Finland, waar ze bijvoorbeeld hele oren koffie- en theesoorten hebben, dan dat wij hier hebben. Wij moeten hier, sommige burners nu, een zwart bakje thee hebben. En dan is het. Dan is bekeken. Maar Orlan willen lichtere thee hebben. Die willen groene soorten thee hebben. Maar daar is al je verpakkingsmateriaal nodig. Nou, dat laat je. En dat laat je in deze magazijn opslaan. En dan kiezen zij uit de stelling voor nemen van wat ze nodig hebben. Dat is wat anders dan in zijn eigen lidsmagazijn zien. Weer een paar blikken in zitten. Maar dit is dan ook een echt fabriek. En hier, ik werd die overrekening hoogjes maar. Misschien wel ietsjes bewerken te wijzen van wat ze net in de koffieshop hebben. Maar dat weet ik net, dat jullie eens even ontdekken. In ieder geval is het hier rustiger. Maar Michel, ik kon het was, dus die moet wat.
Jerry dat nog even? Ja, mooi patiënt, heb blazen. Zit er hier te weinig in? Dus de klant krijgt niet. Die krijgt niet hier te weinig. Ja, mooi patiënt, heel zo. En dan kun je eigenlijk zien hoe het proces controleerd wordt. Maar dit zet dus nou even voor mijn scène. Al die producten die ze maatje, ik kan ze net zo goed in beeld krijgen. Ja, dit komt zo wat beter. En dan moet je misschien al je gala producten, al je gemerken. Zo, koffievrije koffie, dat zou misschien ik wat voor is wezen. Of solidariteit, horizon, koffie. En dit zijn hun producten. En oké, Emily over biologische koffie en je kent Emily over. Nou, dat weet ik net dat ze dit hier hebben, maar dat kan je kwijt zijn eigenlijk net zo volle schilderen. Wij hebben al dat koffieproces, hebben we jongen en dat theeproces. En dat weer heel interessant om te zien. Ik van mijn kant, want mijn had ik ook gewoon hier. Toen ik vroeger machinist wie op een HMS en dan zie je al die machines draaien en dan geeft je had hier. Dat kan het missen. Fabriekje naar Bivy werd bij Willy Adema onderhandeld. En Willy Adema, Adema-Simem, zit regelmatig in het ministerskil. Mooi bewenners te eten. En nu heb je de zoon van haar voor me. En die heb je hier de fabriek rondleiden. En hier nog een paar vragen naar. Ja. Willy, wat is die functie bij de Trijmol? Ik heb echt het gevoel dat het een duveltoesjager is. Nou, daar komt het ook wel een beetje op deel. Het is. Ja, laten we zeggen, mijn functie op papier heet projectmedewerker. En dat houdt in dat alles wat buiten de normale organisatie, buiten de normale gang van zaken omgaat, dat komt allemaal bij mij terecht. Dan moest dus ik de pers die ligt over vervelende boodschappen? Nou, we hebben een aantal mensen die. We hebben afgesproken dat wanneer er vervelende boodschappen zullen wezen. Ik kan me niet voorstellen dat ze er binnen, maar wanneer ze er binnen, dan is er één namens de directie die woordvoerder is. Ja. Nou kom ik weer even, wij hebben net trotte fabriek in Nederland. Ja. Hoe kan dat dat er zo'n rust uitstraalt van al die medewerkers? Is dat een kwestie van organisatie? Het is voor een deel is dat natuurlijk een stukje organisatie. En het heeft ook te maken met ja, de mensen die hebben er lol in. Ze hebben een machine die het tempo bepaalt. En niet zozeer dat zij daar iets op invloed op herkennen. En een stuk opleiding. De mensen die binnen allemaal, weten allemaal heel erg hoe het wezen met bezig binnen. En om die reden liekt het voor de buurtstaander als we het vreselijk in de macht hebben. Ik heb zelf wel eens een keer achter zijn inpakmachine staan om te beren van nou, zou ik dat wel kennen? Nou, ik red het niet, want dat gaat mij veel te vlug. Maar die meesten, ja, die binnen vreselijk bedoefd in en die redden dat soort. Hoeveel medewerkers zet de trein?
Drie molen in Bolzen te lienen, gaan we daarover praten. Ja. Dan praten we over, over 100 man die in vaste dienst binnen. En daarnaast maken we ook nog gebruik van uitzendbureaus. En ik denk dat we zo gemiddeld een man of tussen de 15 en de 30 mensen aan het werk hebben. Via uitzendbureaus. Ja, via uitzendbureaus. Ja. De drie molen, dat maakt het onderdeel uit van een heel groot concern. Wat, hoe groot is dat concern? Drie molen Bolzen maakt ook onderdeel uit van de drie molen holding. Drie molen is van oorsprong een bedrijf wat in Den Bosch begonnen is. Ja. En daar zit nou de holding, zeg maar, de hoofddirectie. Die heeft daarnaast dan nog een aantal bedrijven, één zit in Den Bosch, waar alle indirecte diensten zitten, zoals wij dat noemen. Dus zeg maar verkoop en administratie en export, dat soort zaken. En in Bolzen natuurlijk. Maar buiten die bedrijven om hebben we dan ook nog een bedrijf in Frankrijk, een bedrijf in Spanje, we hebben nog een bedrijf in Polen, een bedrijf in Engeland, een bedrijf in Duitsland. En we hebben dan nog een aantal bedrijven hier in Nederland zelf, die zich bezighouden met productie en verkoop van apparatuur, koffiezetapparaten, dat soort zaken. En die zitten op vier verschillende plakken in Nederland. En dichtstbij zit Gordon Diek zit dan. Ah ja, Otter's Koffie. Otter, ja, ja. Dat is ook een onderdeel van de drie molen dus. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Hoe gaat het in de toekomst met de drie molen hier in Bolzen? Is de visie hoor, lange termijn planning, die hebben pas uitbreiden vorig jaar? Ja, ja. Of de visie over is, ik weet niet of ik daar de aangewezen persoon ben om daar wat over te zeggen. Ik ken dat puur naar eigen inschatting doen. Als ik zie hoe dat wij in de laatste 4-5 jaar groeit binnen van een bedrijf wat ongeveer 6 miljoen kilo koffie maakte, naar een bedrijf wat nu ongeveer 11 miljoen kilo koffie maakt, dan denk ik dat er zeker wel mogelijkheden voor was. Nou heb je toch die hele magazijn rond. Ja. Hoeveel verschillende soorten merken koffie stonden er? Ik kan niet precies zeggen, ik ken ook gokken. Ik denk dat wij, als wij naar ons hele product eens kijken, dus ook koffie en thee en alle oploskoffie bij elkaar, en kijk naar wat voor verschillende verpakkingsvormen dat voorkomen kennen, dan maken we meer dan 1100 producten. Meer dan 1100 producten? Ja. Wordt de medewerker daar niet chaotisch van? Wat voor organisatie moet er wel niet achter zitten? Ja, er zit een behoorlijke organisatie achter. Natuurlijk, net in de reportage ook al even noemt, alles dat draait hier op computers en zonder computers kennen we dat ook niet meer. Nee. Dus het is zo dat op het moment dat wij een product moeten maken, dat die mensen die aan de machine staan, die krijgen van ons een bon. En daar staat precies op wat voor verpakkingsmaterialen we ze moeten gebruiken en hoe ze het moeten verpakken en al die dingen meer. Nou maatje, bijvoorbeeld ik koffie voor, nou Finland, Duitsland, dat is net dezelfde koffie die wij hier hebben. Hè? Die smaken van die mensen meer wat anders. Dat is over het algemeen is het heel anders. Ja, ik weet niet of de meeste mensen die wel eens in Frankrijk zijn geweest bijvoorbeeld. Nou, als wij als Nederlanders zijn de koffie drinken in Frankrijk, dan vinden wij dat niet lekker. Moet je koffie verkeerd nemen met melk? Dan te drinken. Daar heb ik wel wat van. Maar toch is in Frankrijk over het algemeen de koffie die veel, veel scherper van smaak is dan dat wij hier in Nederland wend binnen. En daar gebruiken ze een andere koffiebonen voor. Ja, in feite is het zo dat een melange, laten we zeggen een roodmerk koffie, die bestaat uit 6 verschillende soorten koffie. 6 koffiesoorten die uit verschillende landen komen. Ja. En dat doen we met opzet, hè? Ja, dat doen we met opzet, omdat koffie een natuurproduct is. De ene oogst is veel beter dan de andere oogst. En dat betekent dat wil je een constante kwaliteit hebben, dat je ook eigenlijk per charge moet zien van, is deze smaak nog gelijk aan de smaak die er in het vorige pakje koffie zat. En dat zal met een natuurproduct als koffie, zal je dat beleven, dat het wel zo wezen kan. Dat we de ene keer van soort A wat meer doen met de andere keer van soort A wat minder. Nou, hoe ik het gesprek even oorhonden. Hoeveel bakken koffie drink ik zelf en thee? Thee drink ik niet. Nee, ik ben een echte koffieleut wat dat betreft. Nou, ik denk dat ik, als ik thuis met neem en ik neem het werk met, dat ik toch nog 10, 12 bakjes koffie per dag zit. Zit er verschil tussen die koffie thuis en je? Nee, zelf koffie. Ja? Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja. En die zich klaarmaken voor de kerkentocht toch Bolzen binnen. En dat is de bedoeling dat je het verschillende scholen naar verschillende kerken zou gaan. En zo ben ik dus bij de Sint Maarten, ben ik beloond. En dan wil ik eens even wat vragen wat ze eigenlijk wanken. De school? Ja. Wat gaan jullie eigenlijk doen? We krijgen straks een rondleiding door vier kerken. Door vier kerken? Gaan jullie bij al die vier kerken langs? Ja. En ben jij wel eens in een van die kerken geweest? Ja, in allemaal wel. In allemaal wel? Ja. En wat is eigenlijk de bedoeling? Dat we hier wat van opsteken. Dat je hier wat voor opsteken? Ja. Bedankt, hè? Ja. En zo is het klaar. En ze gaan nou onderwijs met de leraar, docent. Ik weet niet net hoe je dat, als schoolmeester. En leraar is tegenwoordig een leraar. Ja, het salaris is minder dan de titel heger. Oh, het salaris wordt minder. En de titel heger. Prima, dat heb je juist niet. Mooi. Nou, en dan zien we hier die groep met wat volgen.
Zeg, weet je wel naar wat van kerk dat je nou gaan? Nou, dat geeft meer de kerk. Dat is heel erg open, hè? Ben je er wel eens eerder in geweest? Nee. Nooit. De Griffemere Tjerken, die altijd wat in de schaduw stiet. Bij die oren historische tjerken, bijvoorbeeld bij de Martini tjerken. Bij de doopgezinde tjerk, bij de minister tjerken. En bij de katholieke tjerken. En daarom komen ben uit een orencultuur, waar naar orencultuur, hoe moet ik dat zeggen. Misschien wat er verkeerd wordt voor. Maar het is jouw kennismaatje bij die vier tjerken. En daar komen ze oren in. En zijn mij in de gaten en dan begin je straks te wuiven. Helemaal clear maken voor dit bezoek. Mooie BM, stieten dokers in de vermaning. Zij leunt zien het ministerskil aan, of het ministerskil leunt zien de vermaning aan. En in die vermaning, hier ben ik ben. En het zult daar eens even inzien, hoe dat zit. En die zich, ik profileert in de raad van tjerken. Maar hij is wel de laatste partner daarin. Maar we zullen eens even zien. In het mooie tjerkje. Weet je toch, was je al trots op binnen dat het weer gerestaureerd is. Ja, maar. Als je heel weinig verhaal maakt, maar. Toestand erop niet. Ik zal haar naam even vragen. Wat is uw naam? Linda van der Raad. Ja, Linda, je zit hier niet voor het eerst in deze kerk, hè? Nee. Nee? Wat heb jij hier in deze kerk gedaan? Maar ik heb in de zondagsschool gezeten. Jij hebt hier op de zondagsschool gezeten. Ja. En die mevrouw vertelde daar een verhaal. Van ouderendoop. Wist je daar iets van? Nee. Nee. Ik wist alleen dat kinderen werden gedoopt. Ben je zelf ook gedoopt? Nee. Nee? En als je hier zo in die kerk binnenkomt, wat voelt het dan ook? Geeft het ook een apart gevoel voor jou? Nou,
Niet erg. Vind je het eigenlijk wel leuk om zo bij, naar de kerken toe te gaan? Je hoeft nu niet les, op school te zitten. Nee, hè? Dat vind ik wel leuk. Ja, vind je dat wel leuk? Ja, dit is voor het eerst, hè? Of ben je wel in meer kerken in Bolsward geweest? Ja, onze school die heeft zelf ook nog een kerk. Die heeft zelf ook nog een katholieke kerk, hè? Je ja. zit op een Sint Maarten. Wat voor groep zit je eigenlijk? Groep 7. Groep 7? Ja. En als ik dat dan, als je zo op school, je zit op een katholieke school. Ja. Hè? En jij komt al in contact met een andere richting, hoe moet ik dat zeggen? Jij zit hier op een zondagschool. Yeah. En vind je het leuk op zondagschool te zitten? Jawel. Ja? En vier jij het kerstfeest hierop? Ja. Ja, doe je er ook mee aan het kerstspel? Ja. Ja? Dus het is voor jou wat bekend terrein, hè? Deze kerk. Nou, ik zou zeggen, gaan we lekker weer naar je groep terug. Okay. En ik hoop dat jullie een hele fijne morgen hebben. En pastoor Van der Wal, die heeft juist uitleg, jongens. En wij zitten, we zien hier bij een ontzieken. Ontzieken. Nee, dingen. Ontzieken de kerk te bezien. En als er bij een nou zou in de camera rennen, zeg eens wat vreeg. Zijn jullie? Blinken. De Blinken. Wat voor indruk heb jij van de kerk gekregen? Ja. Hoe vind je het hier? Leuk. Ja? Ja. Was je hier wel eens vaker in geweest? Ja. Ja, wanneer? Ja. Weet. Met kerstmis? Hè? Met kerstmis? Nee. Nee? Maar, vorig jaar. Ja. Wat? Vorig jaar. Ja, vorig jaar. Vorig jaar. Vorig jaar zijn jullie er geweest, hè? Ja. Wat vond je er mooi van deze kerk hier? Ja. Ja. Ze weet het net. De bouwmethode. Bouwmethode, was die het mooiste? Ja, die vond ik wel mooi. Ja, glas in lood was wel mooi. Ja, was glas in lood. Ja. Ja? En hebben jullie de betekenis ook gehoord van dat glas in lood, wat dat betekende? Nee. Nee, ik niet gehoord. Dat hebben we niet. En hoe vonden jullie die schilderijen en die beelden hierin? Wel mooi. Mooi. Ja, wel mooi. Super. Ja? Ja, super mooi? Ja, heel mooi. En zou je er nu wel weer eens een keer komen? Denk wel. Ja, denk jij het wel? Waarom denk je dat? Waarschijnlijk wel. Ga jij nooit naar de kerk? Nee? Wij zijn niet christen. Nou, ik woon hier in de straat, dus ik kom hier wel eens. Oh ja, jij komt hier wel eens, hè? Want hij heeft veel mollen. Nou jongens, hartstikke bedankt, hè? Oké, graag gedaan. En ik zit juist op het wisseling van de band, dus ik kom je misschien in de loop van de dag wel weer eens weer om. Van vroeger nog. Ben je een ouderwetse schoolmeester? Klaas? Nee, ik ben geen ouderwetse schoolmeester. Gelukkig niet. Nee. Jij bent leraar op een bron. Nee, de Blinken. De Blinken. De Blinken is die... Wat doen jullie eigenlijk een godsdienst? Niet zoveel als in een christelijke of in een bijzondere school. Maar er wordt wel aandacht besteed aan het... Er wordt wel aandacht besteed aan godsdiensten. Ja. Vertellen erover. En hoe breed ligt dat, ik vragen mag? Zijn dat de mooie verhalen die erin zitten? Ja, we hebben een tijd gehad dat dominee Lammersma wekelijks bij ons op school kwam. Dat was dan wel zwaar facultatief. Hè? De kinderen die mochten wel en hoefden niet. Het was niet verplicht. En dan werden inderdaad de leuke verhalen verteld. Ja. En nu is het meer het waarnemen van buitenaf, vertellen over de godsdienst, wat houdt het in, wat is het islam, wat is boeddhisme, wat is, nou en zo. Het is bij jullie wereldoriëntatie? Het is meer een, wij noemen dat geestelijke stromingen, hè. Binnen dat vakgebied kun je dan vertellen over godsdiensten. En hoe valt nu zo'n dag? Hoe vind je het? Oh, ik vind het schitterend. Ik vind het heel erg mooi en ik hoop ook dat de kinderen zullen zien de verschillen in godsdienstbeleving. Dat je in de katholieke kerk veel pracht en praal en reliquieën, veel symboliek. En dat de hervormde kerk de godsdienstbeleving heel direct is, terwijl het hier meer via reliquieën gaat. Nou, ik moet het afbreken, want achter mij is heel veel rumoer. Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Wetjes kunnen schrijven, want hier komen elk jaar heel veel mensen bij dit beeld.
en de Martini-tjerke. Ja, de Martini-tjerke die toch monumentaal zeer nadrukkelijk aanwezig is in Bolzert. En we zullen eens even zien hoe het er binnen is. En zelfs die de pastoor van Lissertje, ik niet te lezen wat het al hier is. Van Bolzert. De pastor die hier voor een hele groep bijen stond. Hè? Nou, eigenlijk is een vraag, wat is de indruk van die groep bijen die hier voor je hebben? Nou, geweldig. Geweldig? Ja, geweldig. Is het openbaring? Ja, ik ken het. Ik heb heel lang, misschien bijna haspel 30 jaar, heb ik lesje ontdekt. Legere squam, bibeles in Amsterdam. En hier heb ik gewacht. En waar scoorde je dan het beste op? Op de verhaal van Simpson? Net alleen nog Simpson. Ik Simpson, maar een hele soort verhalen. Ja. Ik bedoel, als je er zelf moet inleven, dan kan je dat enthousiasme oorbrengen, denk ik. En nou heb je Joert Ben uit allerlei richtingen, heel Bolzert. En merk je ook het verschil van interesse op? Ik kan me voorstellen dat er vragen komen van Ben van de Hervormde Tjerken, die gaan naar de Katholieke Tjerken, die zeggen, waarvoor hebben wij net beelden in Tjerken? Heb je dat soort vragen, of weer voor katholieken ben die on je vragen, weer verstaan je in beeld niet kerken? Ik heb het er nota nog net yet. Ik heb het idee dat ben heel primair reageren. Dat ben dus heel dicht staan bij de essentie van de dingen waar het om gaat. Ja. En dat die verschillen die wij dan vaak zorgen, dat ben dat vaak om gaat. En die dat, ben zuiverder. Ben je zuiverder? Wat is nou een zuivere vraag die je gesteld is? Een zuivere vraag die mij stelt is troch Ben. Nou, de Ben die vregen mij onder oren een paar keer waarom had je van die kopjes aan de pilaren hing. Ja. Toen heb je Ben uitgelegd dat het gaat om het woord van God te midden van de gewone mensen. He, dat voelde de Ben op, want die Ben die vregen zich al, dat is toch te gewoon. Ja. Is de kerk te streng voor de Ben? Ik denk vroeger wel, maar in bepaalde opzichten, maar ik denk dat heel veel beter wordt. Het gaat erom dat we in Sjerke die taal van het leeuwen op een dode wijze oer weten te brengen op de Ben. En dat is wat oors als kinderachtig, als bendelijk, maar het gaat erom om die ware notie waar het om gaat, om dat onder de Ben terug te gaan. Jo, vind je dit een leuk initiatief van de Ik vind het geweldig, Hoor je wel? Wat mij onbelangend graag zelfs. Bedankt. Want we zijn al lang met u praten. Maar daarvoor ben je pastor. Ja. Nou, ik wil het je wel letten. Hartstikke bedankt. Ja, dat is echt. Ja. De katholieke squallen. De grote kerken, zet op je dat voor opgenomen. De grote kerken. Maar het is eigenlijk een tiende kerken. En ze wijven nog even naar mij. En ze gaan naar de volgende kerken toe. En verkeer weer eens in waarom, want ik moet nog in je squallen hebben.
Of ik moet natuurlijk niks. Maar ik wil nog graag met één squallen, wil ik nog wat praten. Dat is de squallenweek. Vroeger ik een soort mee samenwerkte. En dan komt er weer een groep om. Maar dat is de katholieke squallen, die komt hier nog in. En dan ga ik naar een oren squallen. Ta. Die zit proberen. Dan moet je misschien aan de benen juichen. Ze bent inmiddels een liepje om je wend. Onderwijs naar de katholieke kerk. En dan heb ik alleen een veer band tussen nu het en dat is even wat vreemd goed werd. En ze wijven nou meer waarachtig. Maak je het maar door! En ik heb hier twee leerlingen en ze vertellen mij allereerst even op wat voor school dat ze. Op wat voor school zitten jullie en wat voor groep zitten jullie? De Bron, de Bron, de Waterschool. Oh ja, de Bron, Ja, en nu gaan jullie bij al die kerken langs, hè? Ja. Jullie zijn vanmorgen 9 uur begonnen. En vind je het ook leuk om bij al die kerken langs te gaan? Jawel. Ja, jawel. En zie je de verschillen ook tussen de kerken? Ja, de ene kerk is het grote, de ene kerk is kleiner. Ja. En je gaat nu bijvoorbeeld naar de katholieke kerk, ben je daar wel eens eerder in geweest? Niet. Nee? Ik denk het wel, maar... Ja? Ik denk het niet. En jij... Ik zag jullie zo lekker lachen in de kerk. Op de achterste bankje zaten jullie. Ja. Ja. Vond je het wel leuk? Ja, maar alleen sommige dingen daar vertellen ze wat. Of dan is het te zacht of zo. En dan hoor je er niks van. Nee. En soms dan snap je er ook niks van. Ja. Hebben jullie voor... Dat jullie hier naartoe gingen... Hebben jullie ook voorwerk gedaan? Dat bedoel... Hebben jullie leraren ook gezegd... Nou, we gaan bij die en die kerken langs. En dat kunnen jullie verwachten? Nou, ze hebben gisteren niks gezegd. Vanmorgen zeiden ze van, nou, we gaan bij de kerken langs. En dat jullie weer goed moeten luisteren. En dan worden er dingen verteld. Maar verder hebben ze niet... Nee, hebben ze dat eigenlijk met zin gedaan? Ik zou het niet weten. Nee? Maar nu heb je bijvoorbeeld in de gereformeerde kerk geweest. Ja. En in de doopgezinde kerk. En in de Martinekerk zijn geweest. Straks gaan jullie dan naar de katholieke kerk. Wat verwacht jij in de katholieke kerk? Ga je bijvoorbeeld wel eens met de kerst naar de katholieke kerk om het kripje te bekijken? Ik ben er wel eens geweest met kerst. Ja? En hoe vond je het toen? Ja, heel... Heel apart? Ja. Heel anders dan gewoon als je erin gaat. Heel anders dan gewoon dat je erin gaat? Ja, volgens mij wel. Ik ga niet... Nee. Maar jij gaat er nu straks heen. En wat is jouw verwachting dat je daar naartoe gaat? Oh, dat weet ik niet. Nee? Dat vind ik wel leuk. Ja? Zou jij het bijvoorbeeld ook heel leuk vinden dat bij jou de Bron, dat is een protestantse school, ja, dat daar ook katholieke kinderen op kwamen? Ik denk, nee. Heb jij katholieke vriendinnetjes of andere vriendinnetjes van andere... Ja, ik heb wel Turkse vriendinnen. Ja, heb jij Turkse vriendinnen? Ja, in mijn buurt, die wonen bij mij in de buurt. Ja? Ja, en, dat is wel leuk. Ja? Ja. Toen zei jij... Van die preken vind ik niet zo leuk in de kerk. Nee. En waarom vind je die niet leuk? Nou, ze vertellen zo zacht en die microfoon, alleen een echo en zo. Oh ja, dat ja, maar ik bedoel in een echte kerk. Ga je wel eens naar een echte kerk toe? Hier in Bosworth? Ja? Nee. Nee? Nee. Ja, alleen kerst en zo gaan we met school daarheen. Ja. Ja. En vind je dat wel mooi? Ja, dat vind ik wel leuk. Dan kan je zelf weten wat je wilt doen eigenlijk. Ja? Ja. Nu hebben jullie dit gedaan. Jullie zitten in de laatste groep. Ja. En dit is jullie laatste jaar op de lagere school? Ja. Ja? Wat ga je dan doen? Ja, naar de hogere school. Maar... Naar de hogere school? Ja. Wat ga jij doen? Naar de hogere school. Naar de hogere school? Ja. En wat hoop je te worden? Ik
weet niet, iets met dokter wil ik wel worden als het kan. Als het kan? Ik wil het zo graag, want mijn nicht die studeert daar nu ook voor. Ja? Ja. En wat is jouw toekomst? Hoe zie je dat? Ja, eerst maar naar school en dan, dan kijken wat je kan doen. En dan diploma halen en dan wat je... En ga je dan een grote boze mensenwereld in? Ja? Vinden jullie het leuk op de lagere scholen? Jawel. Ja? Ja. Ja? We gaan nu naar de katholieke kerk en dan ga ik jullie even brengen. Ja. En als je nou over die hele dag denkt wat jullie nu hebben gedaan, hebben jullie wat geleerd vandaag? Jawel. Jawel? Ja. Sommige dingen in de kerk en zo. Ja? Maar sommige dingen die ze vertellen over geloven en over dopen en zo. Ja? Hoe vond je het over dopen? Zou je zelf al gedoopt willen worden? Dat weet je niet, hè? Ik weet niet. Je mag, want mijn ouders die hadden zo gezegd van, nou ja, je mag later zelf weten. Ja. Kijk, zoals die mevrouw daar, die was het pas met 21ste of zo. Ja. Ja, maar die mochten misschien ook al zelf weten wat voor geloof ze dan ook deed. Ja. Vind jij dat ook wel essentieel, dat je zelf mag weten wat je gelooft? Ja. Ja? Het is moeilijk, hè? Ja. Het is verschrikkelijk moeilijk, hè? Ja. Want daar zijn meestal ook oorlog en ruzie over. Ja. Over geloven. Zal dat zo zijn? Soms wel. Ik breng jullie naar de katholieke kerk. Oké. Okay. Wit verstreken. En alle voegen zijn dichtgemaakt. Hier zijn alle voegen heel diep. En dat werkt als spons. Dus als ik spreek, klinkt het bijna niet. Terwijl wanneer dominee in de hervormde kerk sprak, klinkt dat helemaal weg in die gewelven. En dat is ergens wel mooi, want... Hier staat dus heel mooi alles ingeschreven wat voorgelezen wordt in de kerk. Dus dit is aan de berg Sinai. Van Jeruzalem, daar stond hier hier ook altaar ook. En daar stond de ark van het verbond met de twee cherubijnen. Zien jullie daar ook staan, die twee engelen aan de vleugels. En het kruis is het teken van het ark. Wat in de psalmen staat, mijn gebed mag tot u opstijgen als wierook voor uw aangezicht. Hier zie je dus, ja, de kolommen lukt niet zo goed, want we zijn met veel mensen. Als het hier stil in de kerk is, gaat de wierook helemaal recht omhoog. Nu gaat de pilaar van rook krom, zien jullie wel? En dit is dus hars van bomen. Zoals het ook in de tempel van Jeruzalem werd gebrand als het teken. Wevi van Moon begon binnen bij de Griffemeerde kerken. We hebben alle kerken hebben in beeldhand. Dingen wat langer, de oren wat kwater en soms weer het wat chaotisch. Maar wat vervolgen hij een indruk van hoe het reilde en zeilde op die kerkendag van de Raad van Kerken. We zullen hier, of afscheid, zullen we hier nog even in de kerken zien. Want we hebben eigenlijk wat vermoeien. Hier ik het idee van mezelf. Dat ik er eigenlijk wat te kwade aandacht om schonken hier bij een paar flitsende beeldjes. Maar je weet het nooit hoe ze daar verin. Het is wat bonnefooi werk. Het is wat werk, natte vingerwerk noemen ze dat. En mocht ik die ene wat langer west hebben, ik weet het net. Die ene squallen wat langer in beeldhand hebben dan de oren squallen. Ik weet het net, want daar let men eigenlijk net zo goed op als men aan het opnemen is. Eigenlijk boven de kerkenpad. En ik heb hier een van de leerlingen. Op wat voor school? En ik weet net op wat voor school dat zit. Op wat voor school zit jij? Sint-Maarten-school. Sint-Maarten-school. En jij hebt nu bij alle kerken in Bolthus langs geweest?
Weet ik niet. Weet je dat niet? Maar hoe vond je het allemaal? Wel interessant. Interessant. En was, heb je ook het idee, zie je ook wat verschil tussen die kerken? Ja, de ene kerk is kleiner dan de andere en zien er gewoon de, ja, zie je wel wat anders uit. Ja. Wat zeg je? Ze zien er wel anders uit. Ja, ja. En hoe vond je de verhalen die allemaal werden verteld? Wel leuk. Ja. En ga je er nu, ja, wat een grote mensenvraag. Heeft het ook een indruk op je gemaakt? Nou, van deze kerk en van een andere kerk, want daar was ik nog nooit geweest. Oh, daar was je nog nooit geweest? Nee. Ga je nu in de toekomst ook eens wat vaker in die kerken kijken? Of weet je dat niet? Als je het niet weet, dan hoef je het ook niet te zeggen. Nee? Maar vonden jullie het ook allemaal leuk, zo langs al die kerken heen? Ja! Ja? Nou, hartstikke bedankt, hè? Ja, zelf. Ja. In de gereformeerde kerken nemen we afscheid van het kerkenpad voor de jeugd, Juntje 100, Zoon en Junter. Het doopvond wat eigenlijk heel centraal stond in alle vijouwe kerken.